Dit is vlog 1 van de Trip Road. Welkom, volg ons van Brugge naar San Francisco. Het is nu weekend en ik zit hier op mijn bureau van mijn werk, omdat ik nog wat werk af moest werken. Het is nu 3:30. Joktan is hier nog altijd niet. Joktan, waar blijf je? Joktan is er, zegt hij. Daar is hij! Slechts 2 uur te laat. Ik denk het. Voilà. Joktan, we gaan ons even voorstellen. Ik ben dus Joktan Willem. Ik ben dus een van de medereizigers van de Trip Road. Waarschijnlijk de laatste trip dat we ooit gaan maken. Dus het is wel de moeite om er een beetje kak aan te hangen. Een beetje veel kak. Een beetje heel veel kaka. Een beetje veel kak. Een beetje heel veel kaka. Hoe oud ben jij? Ik ben nu 43. We gaan namelijk met 4 naar Amerika. Er zijn er 2 niet bij. Waarom zijn ze er niet bij? Eén iemand is op dit moment 12 huizen aan het verkopen. Die zal sterven aan een rattelslang. Een massale krabaanval in California on the beach. Dus die zal waarschijnlijk eerst sterven. Okay. Dan hebben we nog Jasper Lutin. Hij ligt met een kater in zijn bed. Dus die zal waarschijnlijk geïnspireerd worden door de tof film van John... noemt u John Cage? John Cage, ja. Die is ondertussen ook door... Nicolas Cage. Nicolas Cage. Leaving Las Vegas. Okay. Ik ben Jasper van het Groenwoud. En... Jij overleeft het zeker niet. Ik ga niet overleven. Dat is duidelijk. De Trip Road is ontstaan in de keuken van Bram. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? We zaten aan tafel. 1 was er niet dronken, 3 wel. Dus we moeten een mooie levensafsluitende reis maken. California, baby. California, Utah, Nevada en Arizona. We gaan 4 staten doen, Jasmine. 4 staten van alle 52? Of zeg ik hier... Ja, 107 staten in Amerika, waarvan we er 4 gaan doen. Waar gaan we beginnen? Business class? Mogelijk. Van Amsterdam gaan we naar... San Francisco. San Francisco is in California. Juist, 3 miljoen inwoners. Ja, in San Francisco gaan wij een camper huren. Een 7-personen camping. Ja. Groot. En dan nemen we onze camper richting de grootste boom ter wereld. General Sherman Tree staat er nog steeds. Zo begint skip me op dat. Ja. Begint saai te worden. Ja. En we eindigen in Las Vegas. Dat is juist. Ja. Hallo, hey. Zijn we hier? Joktan? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ken je Bithawk? Oh, langzaam gebraden varkensvlees. In de grond. Bithawk is echt varken in de grond steken. Ja. En dat 2 dagen of zo laten garen. Dat zou ik wel leren. Ik zou eigenlijk wel weten waarom dat Obama geen derde ambtstermijn mag doen. Ik weet dat. Dat we dit informatieve luik afsluiten en nog een view aan de kijkers schenken van Brugge. Dan gaan we weer ons even beeld nou moe westen. Zit er elektriek op die kabels hier eigenlijk? We gaan eerst testen op de beschermingskabels. Nu live test. Van ja, mogelijk ga ik op een Trip Road of niet. Mijn reeks van wachten op Joktan begint aardig vorm te krijgen. Een half uur later. We zijn nu in het Astridpark. Wij hebben een taartje mee. Een dubbel interview. Is het lekker in Obama? Ja, heerlijk. Zoet. Wat? Zoete Obama. De trim smaakt zuur. Nee. Van Brugge. Ah, dag Jasper. Hallo. Van waar kom je zo spontaan? Ik kom uit de grond.
Dus ik vermoed ook dat wel een van de dingen zijn die het meeste zal missen van België. Ja, en de Halle Toren. De Halle Toren. Je kan hem toch zien daar, de Halle Toren? Ik ga het mooie weer, gelijk dat je ziet, hier mist. Dead Valley, vochtigste plaats van de wereld. En wat ga ik het meeste missen? De vegetarische burgers van de Colruyt. Ik heb het vermoeden dat vegetarisch eten not done is in Utah, Nevada en Arizona. En, beste vlogkijker, dat moet je ook weten. Joktan is vegetariër, dus dat wordt een zeer moeilijke trip voor hem. En gaan we er ook anders antwoorden voor Jasper en Bram, wat dat ze het meeste gaan missen? Bram had het meest van al zijn kat missen. Jasper Tijn gaat ook zijn nieuwe van missen dat hij net gekocht heeft. Ik ga toch ook mijn dochter en vrouw missen, denk ik. Henny? Ik wel, zeker. Ja? Maar dat zijn dingen die ik niet bij stilstaan. Dat is de beste manier eigenlijk wel, hè? Ja. Nergens bij stilstaan.